Goedemorgen en welkom bij mijn ochtendroutine. Rond 8:30 gaat mijn wekker van mijn Fitbit af en dan zet ik hem eventjes uit. Daarna keer ik me soms nog eens om, maar niet altijd. Meestal sta ik gewoon eigenlijk gewoon recht uit bed. Daarna kom ik uit bed, stap ik in mijn slippers en doe ik de rolluiken omhoog, zodat ik meteen licht heb in mijn kamer. Zo voelt de dag toch iets frisser aan. Elke morgen zet ik ook even mijn raam open voor verlichting, zowel in de zomer als in de winter. Heel erg belangrijk om mijn kamer even de zuurstof te geven die hij nodig heeft. Daarna maak ik mijn bed op. Allee, verlucht ik mijn bed. Altijd wel handig als je er hier hele nacht in je bed hebt gezweet en zo, dat die toch even kan openleggen. Ik pak even mijn bril. Ik zie zonder bril, maar niet voldoende. En daarna start ik meestal mijn vlog van de dag. Hier was ik nog mijn zonnige zomervlogs aan het filmen, maar als jullie dit zien, zitten we al aan de herfstvlogs. En het eerste wat ik doe als ik opsta en uit mijn kamer ga, is naar het toilet. Geen idee waarom, maar ik moet altijd enorm hard pipi doen. Dan trek ik een briefje van mijn flowkalender. Dit is de flowkalender van 2019 en ik krijg elke dag een nieuwe illustratie. Zoals je kunt zien is deze video gefilmd op 8 september. Daarna ga ik meteen naar de keuken. Ik pak een mok en een kommetje. Ik pak mijn cornflakes uit de kast. Ik eet gewoon gewone vlokken. Die doe ik in het kommetje. En daarna pak ik de melk uit de frigo. Ik drink meestal magere melk. Er zijn ook ochtenden waarop ik gewoon geen melk drink en gewoon water. En daarna neem ik mijn ontbijt naar de bank. Tijdens de week eet ik hem meestal aan tafel, maar in het weekend vind ik het wel tof om eventjes op de bank rustig aan mijn ochtend te beginnen. Terwijl ik op mijn tablet, via mijn tablet, op de Chromecast naar YouTube kijk. Even mijn haar uit mijn knot halen en vlug een nieuwe knot maken, want het stoorde me echt dat hij zo messy was deze morgen. Even bekijken welke video's ik uit mijn abonnementenbox ga kiezen om te spelen. En ik begin mijn video van Sophie Senden. Als je haar nog niet volgt, ik link haar kanaal even hieronder. Ze maakt echt prachtige video's. Ondertussen drink ik wat melk uit mijn mok en eet ik mijn ontbijtje heel erg rustig op. De mok van Disney komt trouwens uit de Kringloopwinkel. Ik heb hem echt voor bijna geen geld gekocht. Na het ontbijten vind ik het wel leuk om nog eventjes Pokémon te spelen. Om cadeautjes te sturen naar mijn vrienden of Pokémon's in de buurt te vangen. En nu heb ik ook eventjes een dekentje gepakt omdat ik het koud had. Ik denk dat het dekentje van Primark komt. Zo, cadeautjes versturen naar mijn Pokémon vrienden. En dan even op TikTok kijken naar mijn reacties op mijn nieuwste online video. Als je me nog niet volgt op TikTok, het is gewoon Fobevlogs. Ondertussen zitten we al aan de tweede video van vandaag. Nu kijk ik naar Lotte Loves Beauty. Ik kijk ook even hoe goed ik heb geslapen vannacht via mijn Fitbit tracker. En daarna zet ik de tv uit om me naar de hang te gaan om daar weer klaar te maken en me om te kleden.
Ik pak even wat water en zeep om me te wassen. Ik gebruik momenteel een fijne blok zeep van Dia en Camille. Daarna pak ik wat water om mijn tanden te poetsen. Uiteraard kleed ik me hier tussen ook nog eventjes om. Momenteel poets ik elektrisch met een Oral-B tandenborstel en gewoon tandpasta van de Colgate. Nog even spoelen. Zoals je kunt zien staat mijn gsm daar, gewoon omdat ik soms naar e-books luister of naar podcasts, terwijl ik dat doe. Ik pak mijn Tangle Teezer om mijn haar te kammen en hem in een mooie staart te krijgen. Of in een dot, eigenlijk is het meestal een dot. Daarna verlaat ik de badkamer om mijn bed op te maken. De laatste tijd vind ik het echt heerlijk om te slapen in een mooi opgemaakt bed. En pak ik wat deo en body mist om goed te ruiken. Daarna verlaat ik de kamer weer, neem ik mijn laptop en bewerk ik wat vlogs of doe ik andere dingen op mijn laptop die nog moeten gebeuren. De zondag werk ik namelijk heel vaak of allee, beoefen ik mijn hobby door video's te editen, door teksten te schrijven, door alles te doen waar ik in de week soms geen tijd voor heb. Tijdens het video-editen pak ik even ook water bij. Ik vind het namelijk heel belangrijk om te blijven drinken doorheen de dag. Zoals je kunt zien is dat een plastic fles, maar het is één plastic fles die ik ooit heb gekocht en nu steeds hervul. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Als je nog meer video's wil zien, like. Als je nog meer routines wil zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!